Dames en heren, bij mij nog altijd professor Lieven Annemans, auteur van Geluk vinden zonder het te zoeken. Hij heeft ons in de podcast 3 verhalen verteld. Het eerste verhaal, in Shanghai moest hij zijn lookie tonen om de fitness binnen te mogen. In Saoedi-Arabië een keynote gegeven met een paravan tussen mannen en vrouwen. En de allo-allo-referentie in de keynote als je zegt van... I will say this only once. Ja, wat dat vallen kan mislukt is dat in Duitsland. Dat de Duitsers daar niet zo content mee zijn als je daar grapjes over maakt. Inderdaad. Goed, jullie hebben geraden. Ik ga ook raden wat waar is. Dan denk ik... ik zie dat Shanghai-verhaal zie ik nog wel voor mij. Dus dat lijkt mij nog waar. Ik zal eens checken op mijn papieren. Zou je de... Ja. Mag ik nu al zeggen wat waar is of niet? Wacht. Saoedi-Arabië, ja, dat lijkt mij ook waar. Ik zou zeggen dat verhaal C de leugen is. Ja. En nu moeten we het horen van u, Eline. Je hebt gelijk. Woehoe. Ja. Ik heb dus een boek gewonnen. De lookie was helemaal waar. Zeer. Ja. Ik vond het achteraf jammer dat ik dat niet direct door had. 10 minuten. Ja, het heeft toch, het leek wel 10 minuten, toch? Ja. En er was zo'n braaf meisje, zo, ja, haar accent was toch wel heel, heel straf. Ja. En echt, dat klonk echt als lookie. Hè. Dat was, je zou nog kunnen zeggen, loomkey of zo. Dat was echt een lookie. Yo, I wanna see your lookie. Dat van Saoedi-Arabië is mij natuurlijk enorm bijgebleven. Want moet je voorstellen, je staat op een podium. Ja, en vlak voor u staat er een lang scherm van 30 meter lang. En dan daar de vrouwen en daar de mannen. En vooral dat effect van die vrouwen. Want vaak, dat heb ik er eigenlijk niet bij verteld, dat waren allemaal apothekers en artsen. En heel vaak hebben die een opleiding gehad in Engelse universiteiten en Canadese universiteiten enzovoort. Dus die waren zeer goed opgeleid. Yeah. En die vrouwen leken mij beter opgeleid dan de mannen, want die gaven altijd juist antwoord. En die mannen die begonnen zo kwaad naar die paravan te kijken. Yeah. Ik kan dat nooit meer vergeten, dat beeld. En natuurlijk dat van listen very carefully, I will say this only once. Dat is voor de helft waar, want in Engeland was dat inderdaad... Was dat heel grappig. Heel grappig. En in Duitsland, wat is er werkelijk gebeurd? Voor de lezing zeg ik zo van, zeg, vorige keer heb ik een heel toffe grap. Ja. En dat was tegen de Duitse persoon die me daar had uitgenodigd. En ik vertel die grap. En die snapte die totaal niet. Ik zeg, ik zeg it's from this soap series, hè. Hallo, hallo. Ik ken dat niet, zegt hij. Ja. What's this about? Ik zeg, it's about the war. En dan zegt die Duitser, which war? Ik zeg... You know what? Forget it. Don't mention the war. Dat is nog van een andere serie. Ja, exact. En dan heb ik heel braaf mijn lezing gegeven zonder enige... En die lezing is dan toch wel mooi kunnen doorgaan. Dus het verhaal was niet helemaal waar, want ik ben niet zo ver gekomen, gelukkig, van het daar voor aan plein publiek dat te gaan vertellen. Ja. Dames en heren, als je wil weten wat Lieven nog allemaal verteld heeft in onze aflevering van Spreekuur, dan kan je er hier naar luisteren. Wij gaan nu alvast een winnaar aanduiden die het boek Geluk vinden zonder het te zoeken opgestuurd krijgt van ons. Tot de volgende keer. Spreekuur. Hartelijk dank om te luisteren naar deze aflevering van Spreekuur. Vond je het leuk? Geef ons een rating of deel iets op social media. Je doet ons daar een heel groot plezier mee. Nog een bijzonder woordje van dank naar de co-producent van Spreekuur, Metagenics. Metagenics wil mensen helpen om gezonder en gelukkiger te leven. Hoe dit lukt, hangt af van verschillende dingen, zoals je levensstijl, je omgeving en je voeding. Metagenics maakt hoogwaardige supplementen, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, om je te helpen gezonder en blijer door het leven te gaan. Spreekuur.